De afdeling jeugdzaken van het Korps Politie Suriname is voornamelijk belast met het onderzoeken van strafzaken waarbij jeugdigen betrokken zijn. De afdeling is ondergebracht in het Opaduli doorgangscentrum en telt 43 medewerkers. Zij onderzoeken dagelijks strafzaken en voeren gesprekken met de kinderen in de leeftijdsgroep tot en met 17 jaar. Er worden zaken onderzocht van kinderen die slachtoffer zijn geworden, maar ook van kinderen die daders zijn van een strafbaar feit. Inspecteur van politie tweede klasse Maureen Palmtak is in 2017 aangesteld als hoofd van de afdeling jeugdzaken. Zij neemt voorgeleidingen af, houdt zich bezig met het plannen en organiseren en ze houdt functionerings- en beoordelingsgesprekken. Palmtak zegt dat er een grote werkdruk op de afdeling jeugdzaken is omdat zij landelijk opereert. Zij benadrukt dat zowel meisjes als jongens zich schuldig maken aan verschillende strafbare feiten. Als we kijken naar de laatste ontwikkelingen, dan merken we dat bij onze jonge meisjes merken we de prostitutie. Bij de jonge meisjes. Bij de jongens hebben we meer die geweldsdelicten, waarbij we merken toch die verruwing. We hebben laatst gemerkt ook op de scholen, waarbij jongeren overgaan tot het vormen van benden. En dan heb je dat ze vaak genoeg steekvoorwerpen bezig hebben, waarbij er vechtpartijen plaatsvinden, waarbij gebruik wordt gemaakt van steekvoorwerpen. Palmtak zegt dat jeugdzaken samenwerkt met andere actoren, zoals het Academisch Ziekenhuis, NGO's, het Ministerie van Onderwijs en organisaties die zich bezighouden met de doelgroep. Het afdelingshoofd geeft aan dat jeugdigen zich niet bezig moeten houden met criminele activiteiten en benadrukt dat de rol van de ouders in deze heel belangrijk is. Als we praten over de jongerenboodschap geven, dan wil ik eigenlijk alle andere factoren ook meenemen. En belangrijk is deze ook de bijdrage van de ouders. Want ik zeg meestal, zij zijn eigenlijk degene die hun jongeren moeten controleren. En jammer genoeg merken we dat dat vaak de laatste tijd wel uitblijft. Waarbij die verantwoordelijkheid van de ouders, dat die verantwoordelijkheid niet genomen wordt. En dan kan je gewoon gaan horen dat mensen zeggen, maar ja, ouders hebben het ook moeilijk. Die zitten met 3 en 4 plaatsen waar ze werken, waardoor de jongeren vaak ook alleen zijn. Nog en meer vrijheid hebben. En je weet wanneer jongeren vrijheid hebben, wat er allemaal kan gebeuren. Dus natuurlijk, mijn boodschap naar de jongeren is natuurlijk zich verhouden van die criminaliteit. Maar mijn andere boodschap is ook dat de ouders ook hun verantwoordelijkheid opnemen om zo ook onze jeugdigen te beschermen. De inspecteur van politie tweede klasse Maureen Palmtak. We spraken haar vanmorgen op de afdeling jeugdzaken van het Korps Politie Suriname.